Goedenavond, dames en heren, kijkers en luisteraars. Hartelijk welkom in de Grote Kerk in Hasselt. Ik zit hier achter het prachtige Rudolf Knol orgel uit 1806. En daarop wil ik vanavond voor u een online orgelconcert geven. Ik begin deze avond met Werk van Eigen Hand. Een trio en koraal over het gezang van U zijn alle dingen. Dezelfde melodie als Beveel gerust uw wegen. Dan werk van Johann Sebastian Bach, Preludium en Fuga in G-mol, BWV 535. En daarna muziek van een neef van Bach, Johann Gottfried Walter. En net als Bach heeft ook Walter instrumentale concerten van andere componisten voor orgel bewerkt. Vanavond een Vivaldi-concert, hele feestelijke, vrolijke muziek dus. Allegro, adagio, allegro. Snel, langzaam, snel. Dan de Duitse romantiek. Gustav Adolf Merkel, een componist die onder andere een orgelschool voor een orgelmethode voor orgelleerlingen heeft geschreven. Ook heel veel koraalbewerkingen en orgelsonates. Een van zijn koraalbewerkingen is Schmücke dich, o liebe Seele. Dan gaan we naar de school van de Franse romantiek. Dat is niet alleen voorbehouden aan Franse componisten, maar ook Belgische componisten. Twee Belgische componisten vanavond, Lemmens. Zijn voornaam wordt op allerlei manieren geschreven, soms op zijn Frans Jacques Nicolas of op zijn Belgisch Jacques Nicolas. Ik heb de spelling maar aangehouden zoals dat op zijn grafsteen staat, dat is Jacobus Nicolaus Lemmens, van hem de Mars Triomphaal. En van Alphonse Mailly, ook een Belg, het laatste deel uit zijn eerste orgelsonate Allegro con Brio. Tussen die twee Belgen in een Fransman, Charles-Marie Bidor, het Allegro Cantabile uit de vijfde symfonie. En ik sluit dit concert af met werk van Feike Asma, een fantasie over de avondzang. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Mirna en Nieke zullen vanavond registreren. Ik wens u een heel fijn concert toe. Dank u wel.